Henk, Binte, Honky, Puk en ik spelen in deze video bingo. Minecraft bingo. En dit gaf echt hilarische momenten. Maar hoe werkt Minecraft bingo? Heel simpel. Het concept van een kaart in de linkerhand en je moet zoveel mogelijk van deze items proberen te krijgen. De eerste persoon die alle items op de kaart heeft, wint. We hebben goede spelers en minder goede spelers zoals ik. Maar de vraag is wie gaat winnen? Wie denk jij dat gaat winnen? Kijk deze video zeker af om daarachter te komen. Want één item kan alles veranderen. Let's go! Ja, iedereen heeft hetzelfde. Ik wil niet veel zeggen, maar ik heb een boom. Een dennenboom. Oh, dennenboom. Oh, dennenboom. Wat zijn je... Wat is het? Ik weet niet wat het is. Takken. Takken? Hoe takkenwijf. Takkenwijf. Oh. Nee. Hé, hey, ik wil niet veel zeggen, maar ik heb een villa. Ik heb een villa G. Oh, bed, oven. Zo gefocust. Hey, ja, we zijn allemaal gefocust. Je hoort het ook gewoon, hè? Holy shit. Ja, want de winnaar die krijgt 100 miljard miljoen, hè? Echt? Waar? Ja. In, ja. In bits? Nee, ik zeg niet waarin, maar ik krijg het wel. Ik krijg 100 miljoen miljard Discord DM's van mij. Nee, wacht dat erg terug voordat ik iemand moet gaan spammen. Oh, ja, spam. Alsjeblieft, doe het. Man. Spam mij. Oh, wat? Yo, deze villager die doet de deur voor mij dicht. Gast, weet je niet wie ik ben, hè? Hé, ik ben Henry Lane Shorts. Maak hem dood. Zo, het is zo naar zijn... Ik maak hem dood. Ik heb hem vermoord. Hij deed de deur voor mij dicht. Ik heb hem vermoord. Ja, sorry, man. Ja, hij deed de deur voor mij dicht, man. Waarom duurt het killen van een iron golem zo lang? Oké, ik sloop langzaam. Iron golem, hoppakee, ook weer vernietigd. Ga voor die volledige vernietiging nou gewoon, hè? Ik heb er nog pas één. Ik heb nog nul. Hij was zo depressed over het feit dat hij maar één had. Ik heb een nul. Elke dag hilariteit, hè? Ik weet niet of je dat weet, maar elke dag hilariteit, hè? Hallo gamers. Ik game ooit, hè? Nee, joh. Ik heb wel eens gegamed. Ik zou het echt wel leuk vinden om een keertje zeg maar, een spel te spelen. Ja. Maar computerspelletje. Net als Joost, maar weet je wel. Zeg maar dat mensen gaan kijken hoe ik dat speel. Ja. Maar net zoals Joost, hij speelt spellen. Als je dus blind geboren bent, hè, dan weet je dus niet hoe het dat is wel, zo eruit ziet. Dat zijn ook van die video's van, ik zag de wereld voor de eerste keer. En dit is wat er gebeurde, weet je wel, dat soort video's. Yo, hey, kan je die blauwe bal toevallig aangeven? Wat de fuck is blauw? En wat is een bal? Hoe leg je kleuren uit aan iemand die blind is? Dat kan niet, dat is het hele ding. En dan gaan we weer filosofisch, maar hoe weet ik dat ik dezelfde blauw zie als jij? Misschien is de blauw voor mij wel anders, maar... Oh! Nou, ik weet het. Daar had ik nooit over nagedacht, die struggles, zeg maar. Even kijken, dit. Yo, hij zei even kijken. Weet je wie dat niet kan? Nee! Nou... Want die is bijna blind. Nou. Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind. Doe ik nou? Geronimo! Oh, ik lees nog. Geronimo Stilton, joh, die muis. Dat moest ze ooit eens een keer zo'n van die boeken lezen. Ja, van die boeken die, dat je zo kan krassen om geluid of geur eruit te krijgen, toch? Die geurboeken. Wat? Nee, dat was... wat was dat ook alweer? Dat was Geronimo Stilton. Echt? Jawel, van die geurboeken. Dat je dan... Hebben jullie dus alles een keer een aanbij gehad? Nee, ik heb nog nooit een aanbij gehad. Je hebt nog nooit een aanbij gehad? Ik heb wel regelmatig jeuk aan mijn kont, maar... Ik ook. Oh. Ik vind het mooi. Honk heeft nog niet zo heel veel gezegd in deze game, maar wel, ik heb regelmatig jeuk aan mijn kont. Dat vind ik wel inspirerende woorden, weet je. Maar ik ben gewoon gefocust. Ja, snap ik. Toen hoorde ik dat en toen dacht ik van, ja, dat vind ik... Dat is relatable. Zeg maar. Dat vind ik relatable. Ik heb ook jeuk aan Honkies kont. Wow. Hoe werkt dat? Zeg maar, heb je dan tegelijkertijd jeuk of ga je dan bij hem langs om het zeg maar te krabben? Nee, ik heb jeuk aan zijn kont. Ja, precies. Ik voel zeg maar diezelfde jeuk, weet je wel. Hebben ze zo'n telepathie dan samen of zo? Of hoe zit dat? Wij zijn één persoon. Honky en ik gaan over 3 seconden ook allebei in onze nek krabben. Oh, ik maak het verkeerde iron ding. 2, 1. Oh, ik heb ineens jeuk in mijn nek. Net zoals Honky, want we hebben allebei jeuk daar. Maar ik had ook jeuk. Shit. Je bent nu helaas ook in de vloek. We hebben nu voor altijd op dezelfde plekje jeuk. Dus ik heb 1 gold gevonden. Ik heb 8 ovens. Wat de fuck? Ik heb te veel gold en te weinig iron. Even kijken, hoe maak je ook weer zo'n campfire? Even kijken. Ik heb dit. Van die recipeboek kan je ook gebruiken. Oh ja, ik heb hem nou. Ja, Ryan, lees je boek. Ik heb... Ja, Ryan, lees je boek. Vergeet de gold nugget niet, jongens. Ik heb bovenin een kippie staan, linksbovenin bedruk. Ik heb bovenin een kippie. Ken je die reclame van kippie? Kippie. Ik ben een kip nou doen. Tok, tok, tok. Zo, ben jij... Zijn we met een kip in de call? Nee. Ah, ik klink wel als een kip, man. Ik vond het echt gewoon bijna identiek gewoon aan een echte kip. 1 op 1. Op 1 lijn. Nee. Ik wil henryland.be kopen. En dan ga ik gewoon exact jouw website daar neerzetten, maar dan soms met random het woord allee ertussen. Wat? Allee. Amai. Ryan, ik word soms een beetje bang van jouw enthousiaste stem. Want je zegt soms echt de stem en dan ben ik bang. Ik zeg, ik vond het cool. Wat is daar een fout? Ja, maar zeg maar...
ik zie jou op een gegeven moment dan ook iets raars zeggen, weet je wel. Ik heb in mijn kelder, heb ik mensen. Hey, dat zeg ik niet, hè. Dit zeg ik niet, hè. Dit zeg ik niet. Dit zeg ik niet. Feliciteer met je diamond. Jongen, alles is een Henry Land video. De wereld wordt gehenryaniseerd. Gehenry Land. Jongens, we leven niet in... iedereen die denkt dat we in de Matrix leven, maar we leven stiekem in Ryan's hoofd. In de Henryverse. We leven in de Henryverse. Ja, precies. Oh, dit was de synchroon. Nou, dit was echt een Henryverse dingetje, hoor. Ja. Nou, dan zal ik bij deze maar vertellen, jongens. Jullie zijn allemaal... multiverse kopieën van mij, hè. Dus, diep in jullie is het allemaal ook een yo! Yo, ik ben een yo. Yo, ik hoor, hij zei het! Yo! Wie, oké, ik heb een hele goede vraag. Wie van ons hier in de chat, in de call, zou het beste de naam Peter kunnen dragen? Ik denk Honky eigenlijk, eerlijk gezegd. Waarom? Nee. Jawel, je bent wel een Peter. Ja, maar jij kan ook de naam Tom niet dragen. Je bent gewoon een honkie. Je bent gewoon een honkie. Je bent niet Tom. Nee, je bent niet helemaal Tom. Je bent niet Tom. Je bent gewoon honkie. Dit... een beetje honker. Hij is wel, ja. Maar, Ik kan jou geen Tom noemen. Maar Peter nog? Wie is de Peter? Dat is, weet je wel, de nieuwe serie van SBS6. Wie is de Peter? Wie is de Peter? Onder het mond van SBS, dat is ook echt typisch SBS. Wie is de Peter? Ja, ik ben... het wordt laat, jongens. Ik begin met dubbele tong te praten. Eps. Rijn is de Peter. Ja, gast, je mag toch zo'n rol niet voorzeggen? Wat? Nee, inderdaad. Gast, waar gaan jou bannen nou? Ik weet niet wie het was, maar... ja, je mag zo'n rol niet zeggen. Oh, man. Nee, ik vind Puk echt een Peter. Ik vind Puk meer een Peter. Omdat het allemaal een P begint, Peter. Waarom is... Jongens, ik heb één vraag die me echt al heel lang dwars zit. Nou, waarom is het zo vaak zo snel... Ik moet er nog twee. Hoe maak ik Raïls, jongens? Drie. Raïls? Hoe maak ik Raïls? Maar ik heb voor alles... Heb je daar uien voor nodig? Oh, no. Voor alles heb ik leren nodig, jongens. Wacht, je hebt ook... Ik heb een kip nodig. Die heb ik hier. En dan nog een mushroom. Ja, ik moet ook alleen nog een mushroom. Shipjes, ik moet BNB's maken! Nee! Zie je niet pas. Ik had ook een brick. We hadden allemaal dezelfde kaart. Snel boek maken. Ik denk niet dat in dit gebied mushrooms spannen. In swamp spannen toch geen mushrooms? Wat? Nee, niet. Maar als je goed zoekt wel. Ah, heel drie iron links. Stik in het midden, drie iron rechts. Ik heb niet zoveel iron. Je hebt 6 iron nodig, dat is echt superveel. Een appel. Ik heb niet een hoog genoeg toren gemaakt, waardoor ik nu Even wachten, jongens. Wat? Rails? Maar rails is toch met sticks en iron? Of... Ja. Hé, maar hij craft hem niet of zo. Oké. Als het goed is, jongen, gebruik die recipe. Ja, maar die staat er niet in. Hij staat er niet in. Oh, dat is wel kut. Omdat ik, alleen één stick in het midden. Oh, maar hoezo zal er niet bij? Heb je een bug? Nee. Freak, hoe maak je een item frame? Oh, item frame. Heb je een leather nodig? Ik heb al leather. Leather in het midden, sticks erop. Oh. Nou, nu ben ik dood op. Geef alsjeblieft even een dark oak bij hem. Nee, krijg ik niet. Ja, die wil ik ook! Puk, zet de zon! Ja, ik heb een appel nodig en een mushroom, dus ja. Oh, maar Link moet alleen nog de mushroom zeker, of wat? Ja. Ja, ik zoek sugar canes. Dit gaat echt nooit lukken. Ik heb niet op die appel gelet, maar ik had gewoon eerder allemaal dingen moeten hakken. Sugar canes. Oh. Are you winning, son? Oh, nee. Oké. Okay. Nee! 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 Oh, ja, die aftelling! Tweede geworden! Oh, godverdomme! Die aftelling! Ik zie nu een appel. Oké. GG. Die vind ik wel prima. Was dit hem? Dit was mooi, boys. Hij was leuk. Hij was lachen. Dit was hilariteit. Altijd. Einde.